Duizenden mensen komen aanschuiven voor een laatste groet aan hun herder en hun held. Kardinaal Mercier, bekend om zijn verzet tegen de harde Duitse bezetting van 1418. Heel het land haast zich naar de begrafenis. Het Belgisch establishment stapt mee in de lijkstoet. Mercier was niet alleen vooraanstaand patriot, maar ook uitgesproken Frans-Guillons Belgicist. Zijn anti-Vlaamse drijverijen, zegt een socialistische krant, hebben de Vlaamse katholieken dikwijls in hun gevoelens gekwetst. Langsheen de doortocht zijn de lantaarns omfloerst, de luiken der magazijnen neergelaten, de koffiehuizen gesloten. Achter den lijkwagen zijn de majesteit koning Albert, met aan zijn zijde prins Leopold en de Franse oorlogsheld maarschalk Foch. En de katholieke pers voegt erbij, gevolgd door de heren ministers, ook de socialisten. Heel het land neemt afscheid van zijn wereldberoemde filosoof en beschermer der wetenschap. Zijn clandestien protest tegen de Duitsers tijdens de oorlog in alle kerken voorgelezen is nooit vergeten.